Dag beste kiekers, welkom bij de 31ste aflevering van Sassenhoek TV. Ans, gij de bezoekie brengt weer Prins Pike van de Deurzakkers. Dat is Engels. Wie bent hier bij, nou ja, je ziet het wel, Prins Pike, oftewel Henkie Gerts. Je gaat eens even thuis overvallen en zoals natuurlijk gewoonlijk, het klopt weer helemaal hè. Dat je dan zit eraan, in plaats van 5 minuten later. Maar dat kan ons natuurlijk niet schelen hè. Wie gaat er naartoe? Wie belt dan? En, ben ik er ook? Wie breken in? Bigger kleur dan? Van wie gewoon ganzen? Mijn vriend Batsen, die komt ook met. Kom maar Batsen. Waar gaan we? Jan ook wel. Jan is ook. Hey, Hans, goed naar Jan. Dat is een stoopje. Ah, schitterend. Dit is een beetje mooi weer. Gaan we weer man ja, en dat wordt aan de deur geklopt. Goedenavond! Moet ik naar de boek komen hoor? Ja. 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 Dat duurt wel te lang. Goedenavond. Nee. Nou hoeft er niet meer naar de deur. Het duurt nou te lang. Het duurt nou te lang. Dat duurt nou te lang. Ja, dat is heel erg. Hé, goeiedag. Hoe komt dat? Zet ze dan op hè? Beetje in vorm gelegen. Nou, wij maar werken, ik ga nog voor video en jij loopt een beetje in de zon. Ja, voor verder. Nou. Maar die komen op goede moment zien. De vier staat koud, jongens, dus veel zin. Jongens drinkt niet, hoor. Die jongens die lust niet. Dat lijkt er ook. Hans? Michal, het was eigenlijk een fatsoenlijke klap die we nou hadden. Niet meer van mijn kop. Maar nou, we zitten dus hier bij Henk Gerrits alias Prins Pike. Met zijn illustere duo binnen- en buitenband. En zullen we eens even vragen, Henk, hoe zijn men ertoe gekomen om jou te kiezen als hoogheid? Hoe kwam men daar zo op? Ja, dat is een moeilijke vraag, want die heeft mij eens eerder gesteld op mijn receptie. Dus toen wist ik er eigenlijk niet een verzoenlijk antwoord op te geven. Ik denk dat ze bij de deurzakkers toch iemand zoeken die een beetje stabiel is. En ik weet niet wat er van gekomen is, Hans. Dus ze hebben me gevraagd en toen heb ik eerst 4 weken gezegd van ik ga eerst 4 weken nadenken dat ik wel of niet ga doen. En tot slot heb ik toch maar besloten om te gaan doen. En ik heb er geen spijt van. Nou, het is geen verkeerde keus geweest. Je beide adjudanten heb je hier ook zitten. Het was eigenlijk de bedoeling dat ze een paar minuten later kwamen. Maar ja, goed, er zat er alleen en die zat al aan bier en de andere die kwam op de bronfiets erop. Maar meneer Balzenkak, daar kan ik iets mee hebben. Dan denk ik van, oh, goede keus. Jan, dus geloof ik al 3 uur. Zo langzamerhand of prins, of adjudant, of... Hoe kwam je zo bij hun? Nou, we hadden eigenlijk, dat klinkt heel raar, we hadden eigenlijk een vriendenploegje van 3 mensen, of 4 mensen. We zeiden altijd van dat wie er ook hoogheid wordt bij de deurzakkers, dan gaan wij, of die wordt adjudant, of die wordt hoogheid, dan gaan wij samen meedoen. Dus we hadden, klinkt heel raar nu voor Jan, we hadden een andere Jan gevraagd als hij adjudant wil worden, en die zei van nou. Ik weet niet wat ik ga doen of wel te gaan doen. Die is het dus niet gaan doen. En toen hebben we na die tijd hebben we Jan erover gevraagd. Oh, dus Jan die stond niet met de ellebogenkleur van laat me het maar doen, want ik heet ook Jan. Nee, maar Jan had ook altijd gezegd, als jij hoogheid wordt, word ik je adjudant. Oh, dus, dat is wel... Dus we hebben alleen op de goede op de reservebank. En ik vind het gewoon een geweldig leuk duo. En je moet af en toe een beetje aan de ketting leggen. Vooral Jan Brouwer wel een beetje, want die is nog een beetje loperig. Dat is me nog niet opgevallen. De avond dus, maar, ik heb er geen spijt van dat ik ze gekozen heb. Nou, daar kan ik ook wel in denken. Maar alleen nog even op Jan terug te komen. Nu heb ik hem al niet zo lang meegemaakt, maar nu heb ik hem al meegemaakt dat hij 2 missers heeft.
twee missers. Ja, twee missers. Ja, en dat vind ik zonde. Vertel eens dat. Nou, nu heb je van jullie Magda mooi filmpje gezien op Tenerife. Ja. Netjes muts op, of de steek op, en handschoenen dan. En wie loopt er weer zonder handschoenen? Ja, dat is Jan. Dat is Jan. Nu hadden we afgesproken van, neem de vrouw mee. Wie komt er weer alleen? Dat is Jan. Dat vind ik nog weer zo jammer, hè. Dan is Jeanette er is er weer niet bij. Die had Jan zo mooi kunnen aanvullen. Maar Jan die prudde ook door van de kou af, normaal gesproken denk ik. Normaal gesproken wel, maar hij is nog een beetje nerveus natuurlijk. Ja. Hij, maar hij kan zichzelf goed redden, hoor. Okay. Hij mag dan wel een paar missen zijn, maar het is geen verkeerde jongen. Ik kan er goed mee, als adjudant. Alleen er viel een beetje ding op Tenerife toen gedrang zich niet als adjudant. Hoor. Niet. Ik iedere keer zelf naar de bank. Je moet zelf zien. Ja, dus dan heb je drie dingen. Dan heb je eigenlijk drie dingen op Jan. Ja. Maar jullie maken natuurlijk zo heel wat mee met z'n drieën. Tot nu toe, hoe is dat bevallen als hoogheid? Zeg je van, nou, het is degene wat ik ervan verwacht heb? Ik had anders verwacht, maar ik vind het veel leuker dan dat, wat ik verwacht had. Dus ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En wij zijn natuurlijk ook geen, ik ben natuurlijk ook geen hoogheid. En mijn adjudant ben ook geen mensen die zeggen van, nou, moet perfect presteren. En we maken gewoon, proberen er een feestje van te maken. En we proberen gewoon leuke dingen te doen. En volgens mij is dat de bedoeling dat je hoogheid wordt. Ja. En natuurlijk, je moet die dingen in de gaten houden dat je officieel je handschoenen bij moet hebben. En niet aan mag hebben. Als je die aan hebt, heb je niet meer drinken. Dus bij deze heb ik de handschoenen gewoon uitgedaan. Maar ja, ik vind het gewoon geweldig leuk om te doen. En ja, ik vind het een mooie ervaring om meegemaakt te hebben. Ja. Dus jullie hebben een protocol op papier. Ja. En dat is het. Ja, we hebben... Zolang het op papier staat is goed, maar eraan houden dat... Nee, protocol willen we zo graag aan houden, dat doen we ook, proberen we zoveel mogelijk te doen. Maar er moet, voor de rest moet een beetje, vind ik, een beetje losjes wezen en ja, je moet er ook zelf van genieten als hoogheid zijn. Ja. En dat is even Jan. We hebben een heel kort seizoen. Kun je dat nog een beetje handelen? Want nou ja, goed, Jan heeft een eigen bedrijf, jij hebt een eigen bedrijf. Pedro die zit natuurlijk als chauffeur veel op Pedro? Buitenland. Kunnen jullie dat allemaal die een beetje handelen? Het is Zwarte Piet niet. De werkzaamheden. Die man die heet gewoon Sjoe. De zaak alleen laten. Ja, ik vind op zich wel meevallen. Natuurlijk krijg ik ook heel veel vrijheid van mijn vrouw, van Gerry. Die vangt de zaak een beetje op. En Kevin die werkt ook regelmatig in de winkel natuurlijk. Dus daar heb ik heel veel geluk mee dat ik toch wel regelmatig weg kan. En ja, John heeft een baan als vrachtwagenchauffeur. Die kan er natuurlijk niet altijd bij wezen. Maar over het algemeen zijn we bij heel veel recepties geweest. En ja, we hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk aanwezig te wezen. En ja, je hebt toch altijd één receptie waar je de missie niet in kunt. Op een zaterdagmiddag bijvoorbeeld, dan moet ik zelf in de winkel staan. En dat is dan wel jammer, maar ja, ik denk dat er wel begrip voor is. Maar gewoon een hele leuke ervaring. Ja. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, gisteren, jullie hadden een volwaardige vervanging aan Pedro. Eerlijk waar, ik weet wel voor de jongen gisteren in die drukte en in die regen, want het was koud. Pedro, dat was... Ja, absoluut, het was heel koud. Ja, het was heel koud. Maar je had het net over de steun van de vrouw. Ja, Wieger die kan dat niet zien, maar de vrouwen die staan er natuurlijk achter. Maar dus ja, dat moet je ook. Je moet ook een goed trio achter je staan. Er moet natuurlijk dik aan de stamppotten als jullie thuis komen van recepties en alles. En nou ja, jullie alle drie inschatten. Gaat er dat wel in? Gaat de stamppotten er wel in? Nee, het is gewoon goed. Thuisvrouw moet er gewoon goed achter staan, maar je bent natuurlijk heel wat avonden weg. En ik moet ook heel eerlijk wezen, Gerry, mijn vrouw, die zit in de Raad van Elf. En John zijn vrouw, ik spreek voor John en Jan zijn vrouw, die zijn natuurlijk ook heel veel mee geweest. Vind ik ook hartstikke leuk. Maar je moet er wel achter staan, je gezin moet er wel achter staan dat je hoogheid wordt. En dat je toch op een moment vaak weg bent en... ja, altijd niet helemaal nuchter thuis komt dat je misschien iets te veel gedronken hebt. Dus dat kan altijd gebeuren dat je een andere dag zegt van nou, ik blijf maar eens nu die langer in bed liggen. Maar gewoon een hele leuke ervaring om hoogheid te zijn. Mooi. Wat gaan jullie nog verder doen? We gaan er nu voor, hè, vrijdag. Dan, ja, we gaan er vrijdag voor, we gaan de Heiloever opzetten en we gaan zaterdag naar het station om de prins op te houden. En dan gaan we naar de stad en dan gaan we naar de middenoptocht meedoen. We hebben een hele leuke wagen van de deurzakers, echt een topwagen. Daar wil ik ook iedereen voor bedanken wie daar meegewerkt heeft.
echt gewoon klasse. Ja, en ik hoop dat wij ja, nog een klein prijsje mogen winnen. En na die tijd gaan we gezamenlijk naar de tent. Ja, jury is. Dan kiezen ze mee met z'n drieën dan. Ja. Sassenbom TV hoor. Sassenbom TV. Undercover. Ja. Dus ja, en dan gaan we zondag naar het ontbijt van de Wezenlozen. En dan gaan we zondags naar de kerk. En dan hebben we zondag natuurlijk van de deurzakkers en Cortellus nog. En Sassenbom Cortellus. En maandag hebben we Prinsendatten. Nee, woensdag. Of woensdag. Woensdag. Woensdag, ja. Hebben we woensdag hebben we Prinsendatten. En maandag hebben we Karaoke. Prinsen Karaoke. Ja. Dus iedereen die nog wil komen op Datten, die is welkom woensdagavond. Bij het Heineken huis in de Veurstraat. Dus iedereen is welkom. En dan in tijd gaan we gewoon lekker carnaval vieren met ons eigen clubje. En met bekenden uit Sassenbom. Zit natuurlijk bij de bende van Allende. Heel groot woord, maar een mooi klein verenigingetje. En ja, lijken ze ook gezellig toe. De meeste leden zitten denk ik ook hier al. Ja, ja. Ja. Alleen, bende van Allende. Alleen Willy en Jan die missen. Maar over die wagen, over waar we komen, dan de hoogheden. En als je dan hem de wagen nog niet gezien en die gaan dan op een avond gewoon ze de wagen nat maken. Ja. Hebben jullie dat ook gehad? Zijn jullie de wagen ook nog niet gezien? Gaan jullie dan ook naar zo'n avondje toe om de mensen, de bouwers, te trakteren op een natje en een droogje? Ja, hebben we gehad. Vorige week zaterdag was dat volgens mij. Hebben we dat gehad, omdat de John toch op de vrachtwagen reed en door de week niet kon. We hebben vorige week zaterdagmorgen ben we geweest en hebben we de wagen bekeken. Hebben we voldoende drank meegenomen, wat hapjes meegenomen. En hebben we de wagenbouwers bedankt en hebben we het spul bekeken en... ja, gewoon chapeau voor die mensen die dat gedaan hebben. Echt klasse. Nou, dus dan moet het goed wezen zo. Ja, wij zijn met z'n allen de jury mee. Ja, wacht even. Er komt geluid. Er komt geluid in. Ja. Jan is nog beschrikken. Nee, jongens, zonder gekheid. Vond een leuk interview. Bedankt. En we zien elkaar natuurlijk... nog vaker genoeg. Wieger, dit was het dan met bike, binnen- en buitenband. Dus ik hoop dat je er nog wat van kunt maken wat ik vergeten ben en we horen het wel. Jongens, bedankt. Jullie ook bedankt. Grappig, hè? Ja, leuk, hè? Mensen, bedankt, hè? Wieger, wie ben je bij Henk? Dus, ik kan Henk geen hand geven, want je ziet het wel. Ik heb de handen vol. Sorry, man. Henk, jongen, bedankt. Ja, bedankt aan ons, hè. Ik vond het gezellig. We spreken elkaar. Ik vond het gezellig hier bij jullie. En we zien elkaar nog vast met elkaar. We komen elkaar tegen. Nou, wie gaat dat was hier weer? Bedankt, hè. Hey, yo.